op die manier in de maatschappij niet redt. Maar wat trek jij aan van tergelijke bekrompen huichelarij? In hun hart verzuchten ze immers zelf, ach waren wij maar zo vrij. Want ze zijn gebonden aan de buren en gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes met hun zenuwen op half elf. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje en dat is juist de pest. Je hebt geen das aan je nek. Stel je uit voor gek, omdat je anders dan een ander wil doen. En je bent eigen gereid, en de manier waarop je vrijt, getuigt niet bepaald van hoogstaand fatsoen. Maar met het kuddevolk hoef je echt niet mee te gaan. En de manier waarop jij leeft, gaat ze ook geen donder aan. Want hun hele manier van doen is onnozel en dwaas. Ze hebben een opgedrongen mening en ze zijn zichzelf niet eens de baas. Nee, ze zijn gebonden aan de buren en gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes met hun zenuwen op half elf. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje en dat is juist de beste.